De nieuwe minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, is begonnen met de werkzaamheden op haar ministerie. Ze heeft al gesprekken gevoerd met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de VSB, en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, de ASFA. De private sector heeft aan de bewindsvrouw gevraagd de lokale productie te stimuleren en naar meer exportmogelijkheden uit te kijken. De organisaties hebben ook aangegeven dat een gezonde en eerlijke concurrentie van eminent belang zal zijn in het streven naar verbetering van de concurrentiepositie. Walden onderstreepte ook het belang van een goede samenwerking tussen zowel de publieke als de private sector. Ze heeft beloofd een transparant beleid te zullen voeren.